Ja, ik wilde wel toen nieuwe muziek maken, maar en ik wist ook dat ik een andere kant op wilde. Omdat al mijn liedjes heel melancholisch waren. Allemaal. En dat is heel vet als je het schrijft, want dan kan je lekker zo helemaal zo in die emotie hangen. Maar ik merkte dat tijdens mijn shows had ik eigenlijk maar één soort mood van liedjes. En ik werd daar niet zo blij van. Zeg maar, het is heel mooi, maar als alles soort van mooi is, ja, dan is er niet echt een soort tegengevoel of zo. Dus net als met een ballad in je set. Een ballad moet je verdienen, vind ik. Dus als je veel up-tempo liedjes hebt en je hebt dan een ballad, dan is het mooi. En dan hebben mensen ook geduld om te denken, ah, oh, een rustpunt, hier wil ik naar luisteren. Maar als alles dat is, ja, dan wordt het natuurlijk heel zwaar. En ik wilde het lichte opzoeken, maar dat kan pas als je jezelf ook lichter voelt.